Jongens, welkom! Vandaag zijn wij weer wedergekeerd in het prachtige Content Veen, seizoen 2,5 natuurlijk. Ik heb daar vorige aflevering een vlot gebouwd waar Rick en ik onze onderhandelingen gaan houden voor de oorlog. En het is zover, Rick is onderweg. Dus laten wij maar gauw op het vlot wachten tot Rick er is en dan gaan we onderhandelen wat wij gaan doen in deze erg volwassen oorlog die we gaan voeren. Ah, jongens, daar zal je hem hebben. Hij is met zijn bootje hier aankomen varen. Ik was aan het wachten op hem. Ik was naar het zonnetje aan het kijken terwijl hij onder water was aan het gaan. En daar hebben we hem. De enige echte Stinkgoors. Stinkgoors, ga zitten. Dankjewel. Ga zitten. Wat een mooi vlot. Ja, ik dacht, we moeten op neutrale wateren moeten wij gaan onderhandelen over de situatie. Want ja. Het is bijna uit de hand gelopen. Het ziet er trouwens vies uit nog steeds. Kan je niet even opfrissen of zo? Ja, ik moet nog even nieuw. Ik ben nog niet langs de winkel geweest. Je wil oorlog voeren, weet ik wat allemaal, maar je ziet er vervolgens nog zo uit. Gast, dit maakt niet uit. Het gaat om de strijdpower. Het gaat om de kleding. Ga zitten. Ah, wacht, ga ze staan. Oh, ik sta. Dat is mijn stoel. Zo. Waarom is dit jouw stoel? Ja, dan heb ik nu al mijn eerste overwinning. Stoel van je gestolen. Oké. Welkom bij dit werkoverleg, Rick. Je ziet daar rechts al dat mijn basis die is zo goed onderweg. Zo groter en machtiger dan die van jou tot nu toe, mijn hoofdkwartier. Ja, het is wel een beetje. Ja, ik vind het een beetje karig. Ja. Hoezo? Ja, dat weet. Jij hebt letterlijk nog niks. Er staan alleen nog maar toortjes en een stom heuveltje op je eiland. Ik heb een prachtige berg. Mount Vorden noem ik hem. En, Mount Vorden. Nee, grapje. Hey, nee. Ik hoorde dat jij dus oorlog wilde met mij. Ik was een vredig leventje aan het houden en zo. We waren gewoon maar aan het settelen hier. En toen moest ik helemaal geforceerd om een hoofdkwartier te gaan bouwen. Puur omdat jij nou weer zo nodig oorlog wilde voeren. Nee, dat is helemaal niet waar. Jawel. Jij schreef mij een boekje met Rick. Het is oorlog. Oorlog zonder reden. Dat is niet waar. Zo kan ik me niet herinneren. Ik ben al genoodzaakt om gelijk bondgenoten overal en nergens aan te vragen. Dus die zijn al onderweg en weet ik wat allemaal. Heb je wat te zeggen voor jezelf? Ja, waarom? Waarom de oorlog? Kijk naar je gezicht. Hoe kan je geen oorlog voeren met dat domme hoofd? Nou, maar wat is dit? Ik heb een prachtig hoofd. Heb je jouw hoofd gezien met je ogen? Ja, ik zie tenminste midden. Ja, jij hebt alleen stipjes. En jouw neus zit op hetzelfde niveau als je. Of is dat je mond? Dat is mijn mond. Ik heb geen neus. Waarom zit die tussen je ogen eigenlijk? Ja, dan kan ik zien wat ik eet. Wil je een paar regels stellen voor deze oorlog? Of? Ja, dat lijkt me wel gepast. Dat vind je wel gepast. Wat zijn nou echt dingen waarvan jij zou zeggen dat mag echt niet gewoon? Niet natte vinger in de oor. Dat vind ik niet fijn. Gemeen. Ook geen okkennoot. Vind ik ook een beetje vervelend. Wat is een okkennoot? Dat je zeg maar heel hard zo op iemand met je vuist op iemands hoofd gaat. Nee. Hoofd. Gewoon niet op hoofd, Mick. Dat is. Oké, niks op hoofd. Als nee, je niks bijvoorbeeld. Op niks op hoofd, Mick. Dat is gemeen. Nee. Dan krijg je strafpunten. Ja, strafpunten. Ja, mm-hmm. Eens. Voor de rest alles toegestaan? Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, oké, ik vind het prima. Heb jij al bondgenoten, of? Ja, zeker. Ja. Ik heb heel Content Veen is eigenlijk praktisch voor mij. Ja, iedereen die hier er is. Iedereen. Ja, die is jouw hulp. Ik had gezegd, die man met die rode ogen moet je niet vertrouwen. Rode ogen, dat is niet goed. Dus, ja, maar zodra ze mijn hoofdkwartier zien, dan weten ze niet hoe snel ze van kant moeten wisselen. Ja, precies. Dan komen ze heel snel naar mij toe, inderdaad. Nee. Ik heb het over jouw bondgenoot op het moment. Nee, dit is echt drama, dit. Maar betekent dat... Had je trouwens mijn berichtje gezien die ik op je eiland had achtergelaten? Nou, hij viel me bijna niet op. maar ik heb hem net gezien, inderdaad. Dat klopt, ja. Hey, ik zou zeggen, vanaf dit moment is dan alles toegestaan. Elke prank, elke oorlogstactiek, elke oorlogsmisdaad. Zoals bijvoorbeeld mijn paard, die had je verstopt. Hij maakte geluid, dus uiteindelijk heb ik hem gevonden. Ja, maar had je ook die hint gesnapt, of niet? Ja, in die kelder. Ik ging helemaal naar andere plekken in mijn eiland kijken, maar ik kon hem niet vinden. Ja, gewoon letterlijk onder zijn hok. Ja, gewoon onder zijn hok zat. Ik vind het stom. Maar oké, dan bij deze is jouw leven gewoon een levende hel. En dan ga ik het heel moeilijk maken. Nou, dat zal vast niet heel moeilijk zijn. Aangezien jij een loser bent en heel noob, dus dit, ja... Ik heb tenminste een vlot gebouwd waar wij konden praten op nuchtere wateren. Ja, ik had een schaapskooi waar we in konden zitten. Ja, kijk, ik heb dit, jij hebt dat, het maakt allemaal niet uit, weet je. Nee, dat klopt. Maar je bootje is weg. Ik zou zeggen, pak je bootje, maar die is gezonken blijkbaar. Kijk, dat is mijn eerste prank. Of mijn tweede overwinning. Ik heb één je stoel gestolen en je bootje laten zinken. Jongen. Oké. Jammer weer. Ja. Maar ik zal zegevieren, jongen. Maak je niet druk. Jij hoort nog van mij. Bezoek kostte wel 1 diamond, overigens. Dat vlot was best duur. Kost heel veel hout en kool. Ja. Oh, ja, dat kan je daar aan die inktvis staan vragen. Die bewaart mijn geld. Oké, top. Dankjewel. Ja. Oké. We houden contact. Liever niet. Jij hoort nog van me.
Je ziet me wel verschijnen. Jij hoort nog van mij. Jij zal mijn bondgenoten zien aankomen om dit hele zooitje naar de grond te werken. Grief is niet toegestaan. Jij hoort nog van mij. We horen nog van elkaar. Prima, ik ga je geld halen bij Inkvis. Nou jongens, dat was Rick met een heel kort gesprek. We hadden eigenlijk ook helemaal niet heel veel te zeggen. Het was meer gewoon dat bij deze de oorlog is gestart. Dat betekent dat wij deze aflevering gaan we een beetje bouwen aan de basis. Dat klopt, we moeten het wel aan het hoofdkwartier moeten we natuurlijk af hebben. Zodat wij onze plannen en vergaderingen en onze geheime shenanigans als het ware kunnen bedenken en uitvoeren. Maar voordat wij verder gaan met deze basis wilde ik dus eigenlijk beginnen met een prank om die uit te voeren op Rick zijn eiland. En ik had al wat leuks in gedacht. Oké, om deze prank succesvol te maken die ik nu wil gaan doen, jongens. Ik heb 2 observers nodig. 1 dispenser en 1 hopper. We hebben ijzer genoeg voor een hopper, volgens mij. Volgens mij maak je dat gewoon op deze... Oh, die manier met een kist erbij. Verdenken, volgens mij maak je dat zoals dit. Hoe maak je dat ook alweer? Was het zo? Oh ja, kijk, 1 hopper, die hebben we. Voor een dispenser hebben we een bow en arrow nodig. Dat betekent, we hebben een boog. Een arrow hebben we helemaal niet nodig. Dan hebben we ook cobblestone nodig. En volgens mij redstone. En het ding is, redstone heb ik tot nu toe altijd geskipt. Dus we moeten heel even de mines in. Oké, ik hoef maar 1 heel simpel redstone blokje te vinden. En daar ben ik al tevreden. Dus ik denk dat we wel even dieptegrotten in moeten. Maar... dat hoeft niet al te lang te duren. Ik denk dat ik trouwens wel even wat meer ga halen gelijk. Want hoe meer ik redstone ik heb, hoe meer pranks we kunnen doen op Rick. Oh, lapis lazuli. Jongens, dat heb ik ook nodig voor mijn bouwwerken allemaal. Hey, redstone. Nou, het is niet te geloven. Het is niet te geloven. Lapis lazuli hebben we nodig omdat we natuurlijk dan mooie bouwwerk... of het glas wat we gebruiken voor ons hoofdkwartier. En redstone hebben we natuurlijk nodig omdat we nu een prank op Rick willen doen. Oké, we hebben nog niet heel veel, dus laten we even nog doorminen. Ik heb het gevoel dat ik namelijk nu een redelijk goed plekje heb gevonden. Het is echt een mega grot. De render distance is gewoon niet ver genoeg om deze grot helemaal in te laden. Zo groot is deze grot. Hey, nog meer redstone. Hoppakee. Erg tevreden. Misschien kunnen we ook wel wat gold vinden. Want ik heb het gevoel dat ik gold in de toekomst wel nodig ga hebben voor andere dingen. Maar als ik het niet vind, ga ik er ook niet te lang naar zoeken. Want het is niet zo nodig voor nu. Hey, redstone. Oké, ik denk dat we wel genoeg redstone hebben. 49... trouwens, er ligt hier nog meer. Ik ga pas weg zodra ik het echt niet meer zie. Oh, ben ik blij dat ik deze nog tegenkwam. Dit is echt veel. Nu hebben we echt genoeg voor een hele lange tijd. Want ik heb helemaal niet zo heel veel. Ik heb echt volgens mij maar 2 redstone nodig of zo. Het is een hele simpele prank die ik wil gaan doen. Maar hij is wel echt heel leuk. En we vinden gelijk ook nog wat goud. Ik bedoel, ik ging er niet naar zoeken, maar ik kwam er tegen dus. Oké, eenmaal terug op ons eiland. Hier heb ik wat redstone en wat lapis lazuli. Lapis lazuli is voor nu niet belangrijk, maar die gaan we absoluut bewaren. Oh mijn god, ik had trouwens nog echt vet veel lapis lazuli. Nou, weet je, maakt niet uit. We hebben genoeg. Dan kunnen wij maken, als het goed is, een dispenser op deze manier. Even kijken. Ja. En dan heb ik 2 observers nodig. Moet ik de recipe even voor opzoeken? Ah, voor een observer hebben we kwartsblokken nodig. En dat is prima, want we hebben hier natuurlijk gewoon een portal. Maar trouwens, we hebben geen kwartsblokken nodig. We hebben gewoon kwarts zelf nodig. Dus dat is in principe redelijk simp. Kijk, daar hebben we al gelijk kwarts. Zo geregeld, jongens, dit. Niks aan het handje. Ik krijg gelijk ook wat XP. Oké, dan hebben we genoeg kwarts. Dan kunnen we terug naar onze portal. Oké, we hebben nu als het goed is alles wat we nodig hebben. En ik ben zo benieuwd of dit gaat lukken, jongens. Ik ben zo ontzettend benieuwd of dit gaat lukken. Het is in principe heel simpel wat we gaan... Ik dacht dat dit het was. Oh, wacht. Nee, kijk. Zo. Ja, hoppakee. Meer dan dit is niet nodig, jongens. Meer dan deze blokken. Dan nu dumpen wij even alles wat we hebben hier. Pakken wij zoveel mogelijk hout. Echt heel veel hout. Eigenlijk al het hout dat ik heb wil ik hiervoor gaan gebruiken. Misschien een behoorlijk zonde, maar het is voor een heel leuk iets. Jij gaat mee, crafting table. Oké, dan wil ik jullie nu alvast even het idee laten zien, jongens. Want volgens mij, als ik nu van dit bewijs van heel veel bootjes zou maken. Ik heb dit idee van het internet, absoluut. Daar ben ik eerlijk in. Maar als ik hier nu, zeg maar, zo'n klein platformpje bouw... Of wacht, ik mis water. Kijk, als ik nu volgens mij hier... even denken, hoe ging dit? Hier deze plaats. Hier het water in doe. Dan deze moet volgens mij zo. En dan deze andersom. Dan is hij oneindig aan het tikken. Nee, niet. Even denken hoor. Ja, kijk. Nu is hij oneindig aan het tikken. En als ik dan hier op de hopper plaats... En dan al deze bootjes erin douw... Oh, die moeten allemaal hierin... Ja, kijk, dan komen al deze bootjes, als het goed is, op dezelfde plek terecht. Oké, wacht. En volgens mij, als ik dit dan allemaal weer weghaal, zo... En je tikt hem 1 keer per ongeluk aan... Oh! Ja, dat werkt! Oké, dit gaan we doen. Dit gaan we bij Rick doen. Er ligt zijn hele eiland onder de bootjes. Oh, dat gaat leuk worden.
Oh, wat gaat hij dat irritant vinden? Ik weet het nu al. Ik had het op het filmpje gezien dat het werkte, maar ik had serieus niet gedacht dat het gewoon daadwerkelijk zou werken, weet je? Ik weet niet waarom. Oké, laten we alles meenemen en dan zo snel mogelijk naar Rick's Eiland gaan. Het ding is, hij mag alleen niet zien dat ik er aankom. Dat is een beetje het probleem. Ik wil namelijk boven zijn eiland bouwen, dus als hij ziet dat ik daar dan ben... Ja, dat is een beetje... Dat is moeilijk. Oké, daar is hij. Oh. Heeft hij me gezien? Ah, hij heeft me gezien! Hallo! Oké, wacht. Ander idee. Ik heb genoeg steen bij me. Dus noods haal ik nog even wat meer op. Maar ik ga helemaal omhoog bouwen, jongens. Ik ga helemaal omhoog boven zijn eiland bouwen. Zo hoog dat op een gegeven moment de render distance het niet meer laat zien. We zijn bijna op het niveau waar ik wil zijn. Hier, oké. En nu gaan we naar zijn eiland toe. Oké, ik denk niet dat hij het door gaat hebben. Kijk, daar is hij. Je ziet dat hij... Hij is precies ook echt op dit hoekje aan het bouwen. Precies het hoekje waar ik wat wil doen. Oké, jongens. Nu we hier zijn... Wil ik een beetje midden op zijn eiland wil ik het hebben. Ik wil echt midden op zijn eiland zitten. En ik denk dat we daar nu ongeveer wel zitten. Althans, midden genoeg. Dan wil ik nu mijn sporen wissen. Dus ik wil dit even hier achter me. Moet helemaal weg. Oké, jongens. Verder weghakken dan hier ga ik niet doen. Want oh, dan vallen de blokjes naar beneden. Oké, dus dit moeten we wel laten staan. Nu is het gewoon hopen dat hij niet boven zich kijkt. Oké, laten we nu bouwen wat we willen bouwen. Oké, zo. Dan komt hij. Hier komt het water. Op dit plekje. Hier de dispenser. Die kijkt deze kant op. Dan observer. Dan moeten we deze moeten we omdraaien. Die kijkt deze kant op. Ja. Dan hier de hopper. En dan droppen we hier zoveel mogelijk bootjes in. En ik wil er echt heel veel in droppen. Oh, ik mag dit niet aanraken. Dan is het de pest. Daarom heb ik bewust ook een crafting table meegenomen met heel veel hout. Om zo nog meer... Nee. Oh, ik dropte bijna het hout naar beneden. Oh, wat ben ik blij dat ik dat niet deed. Oké, wacht. Nog meer bootjes. We gaan echt belachelijk veel bootjes erin doen. Echt belachelijk veel bootjes. Zo, dan kunnen we dit hout hier oppakken. Kunnen we nog meer bootjes maken. Niet vallen. Oké, goed zo. Oké, wacht. Alle bootjes erin. Oké, dit zijn de laatste bootjes. Ik denk dat ik dat serieus wel genoeg heb. Als ik het te veel doe... Het zijn al heel veel bootjes, maar ik denk dat er dan echt te veel worden. Oké, dan halen we het nu weg, dit blokje. Oh, oké, ik wil niet te veel weghalen, want ik denk als ik... Deze moet weg, deze. Oké, zo. ik durf niet te veel weg te halen, want ik ben bang dat ik dan de val activeer. Oké, wat we gaan doen is, we gaan ik even bellen. En dan gaan we gewoon, gaan we hem afsteken. En dan kijkt hij boven zich en dan regent het ineens boten. Dan misschien kan hij hem zelf activeren, maar hoe komt hij ooit hierboven, weet je? Rick? Ja? Ben jij, jij bent thuis, toch? Ja. Wat zie jij boven je? Zie jij iets boven je? Wat is dit voor gekke... Zie je dat kleine platformje? Niet de slang die er achteraan hangt, maar het platformpje. Zie jij die? Ja, ik zie er een zombie overheen lopen. Of ben jij dat? Zombie? Dat ben ik. Oké, wacht. Ik ga wat proberen. Heb je dat wel eens boten zien regenen? Nee. Ik weet alleen niet... Ik hoop dat dit... Wow, dat werkt dus zoveel beter dan verwacht. Wow. Oh mijn days. Dit zijn zoveel boten. Wacht, ik kom eraan met mijn bootje. Ze liggen ook echt overal. Hier, Rick, jij kwam met je stinkboot naar me toe. Ik dacht, je bootje was gezonken. Ik geef je heel veel nieuwe bootjes. Oh, dank je wel. Ik weet dan niet eerder of dit een prank is of dat... Oh. Ze liggen ook hier. Ja, ze vlogen echt veel verder dan ik dacht. Oh, dat werkte echt heel goed. Het werkte serieus echt heel goed. Oh. Ah. De schoonmakers hebben ze opgeruimd. Gaat je prank. Nee! Ja. Ik dacht, dan moet je ze allemaal weghalen. Zo, maar... Oh, mijn god. Het was wel geweest als ze aan het vallen waren en dan de schoonmakers. Je was ook net op tijd, hem. Ja, had je het nog niet gezien, wat ik boven je had gebouwd? Nee, ik ben gewoon lekker hier aan het bouwen. ik zag... Waar was ik? Hier zo volgens mij was ik bezig. Zag ik wel iets geks op dat eiland daar. Ja, ik was aan het zwemmen hier en toen zag je me. Je had me ik zag jou zwemmen inderdaad. Ja, ik wilde eerst hier mijn toren bouwen en dan gewoon snel naar boven gaan. Maar dit werkte zoveel beter. Ik had het online gezien dat iemand dit had gedaan. Ik denk van, nou, dat werkt toch vast niet in het echt, weet je. Maar vervolgens vliegen er 100 miljoen boten. Dat is echt wel. Ja, enige is, ik weet niet hoe ik nu daar boven kom. Dus succes met dat weghalen. We houden contact, oké? Nee, doe hem even weghalen. Ik zie je later. Doei, Rick. Max, haal hem maar even weg. Doei. Dankjewel. Haal maar weg. Was gezellig. Doe me even weghalen. Ik doe het niet. Doei. Oh, jongens. Gelukkig. Door de schoonmakers zijn de bootjes weg. Daar ben ik blij mee. Maar nu moet ik die hele toren weg gaan halen. Dus moet ik er eerst zelf naartoe. En dan moet ik het ook nog weghalen. Ach, wat een verschrikking. Ondertussen ben ik al wel bezig met alles mooi uitlijnen. Zoals je ziet, staan er al een paar torens uitgelijnd. De muren moeten allemaal nog bedacht worden. Maar
We komen in de buurt, dus ik laat jullie wel zien wanneer de outline af is. En zet allemaal even stomme Max in de reacties, want ik vind dit geen leuke actie van hem. Nou jongens, ik vind het een succesvolle prank. We hebben... De boten gingen heel snel naar beneden. Alleen op de server heb je schoonmakers om lag te voorkomen natuurlijk. Dat niet de hele server vol lag zit. Maar ik vond het een succesvolle prank. Alleen jammer dat de boten uit zichzelf weggingen. Want anders moest ik ze allemaal met z'n hand slopen. Maar dat is iets wat in de toekomst gaat het anders. Maar goed jongens, tot zover het pranken voor vandaag. Volgende aflevering wil ik natuurlijk weer veel meer dingen doen. Hebben jullie nou ook leuke ideeën? Laat het zeker even in de reacties weten. Ik ben wel benieuwd wat voor gemene kwaadaardig... Het is ineens nacht en ik zeg gemene kwaadaardig. Het past er perfect bij. Ik ben wel benieuwd wat voor gemene en kwaadaardige plannen jullie hebben. Oké, maar een aflevering is natuurlijk niet compleet zonder even een beetje progressie gemaakt te hebben aan de basis. Dus laten wij maar gauw even wat nieuwe witte blokken bij elkaar toveren. Ik heb er namelijk niet meer zoveel. Dus dan heb ik weer even wat white dye nodig. Dat gaan we regelen. Laten we even de blokken bij elkaar verzamelen en dan een beetje progressie maken aan ons walnut hoofdkwartier. Want we kunnen natuurlijk niet zomaar deze simpele pranks blijven uitvoeren zonder hoofdkwartier. Dus let's go. Alright, ik heb inmiddels een hele nieuwe pickaxe moeten maken. Want ik heb belachelijk veel white concrete kunnen hakken. Althans, ik moest natuurlijk eerst white concrete powder fixen. En daaruit heb ik white concrete moeten hakken. We hebben nog heel veel white concrete powder over. Wacht, ik zal het wel even een beetje sorteren in deze kist. Dan kunnen we een beetje een beter overzicht hebben van hoeveel we nog hebben. Hier, we hebben nog best wel veel grey hebben we ook over. We hebben behoorlijk wat glas hebben we over. Ja, jongens, ik denk dat dit wel helemaal goed gaat komen. Kijk hoeveel botten we zelfs nog hebben. Ik had ongeveer anderhalf stack boomblocks had ik gehakt. Ik heb de helft daarvan, oftewel die andere halve stack heb ik opgemaakt aan boommeal. En daardoor hebben we nu weer zoveel witte. Dus dat gaat de goede kant op. Ik heb een beetje zand gehakt. Gravel had ik nog genoeg. Laten we weer lekker aan de slag gaan. Ik vind het leuk om aan deze basis te bouwen. Ik denk dat ik even de voorkant hier een beetje net zo hoog wil hebben als dat. Zodat jullie meer het zicht hebben of meer de visie kunnen krijgen die ik ook heb. Ik weet namelijk niet of jullie dat hebben of niet. Oké, nou dan is het nu zo hoog. Dan wil ik nu gaan beginnen met het plan der campagne. Ik wil een beetje een gave vorm zoals dit hebben. En dan hier 4. En dan hier, oh, even denken. 1, 2. En dan 1, 2. En dan 1. Oh, ik ga over het randje. Wacht, dat klopt niet. Ik ga te ver. Het moet wel hier de vorm volgen natuurlijk. Ik ben zo benieuwd hoe dit eruit gaat zien. Ik ben echt gewoon een beetje, mijn best aan het doen natuurlijk. Om het er zo goed mogelijk uit te laten zien. Maar dat maakt het niet minder moeilijk. Zo, en dan hier nog eentje omhoog. Zo. Oké, en dan nu is het de bedoeling dat we dit synchroon nabouwen aan de andere kant, dit vormpje. Dat wordt ook nog een hele klus, maar moet goed komen. We hebben in ieder geval genoeg blokken om dit project in ieder geval echt vandaag weer een heel eind verder te werken. Oké, dan nu wil ik eigenlijk van voren kijken hoe dit eruit ziet. Alleen ik ben bang dat het dan weer moeilijk is om omhoog te gaan. Dus wat ik beter gewoon kan gaan doen is het nu opvullen zoals ik wil. En dat is... Ga ik deze sprong overleven? Oh, 4 hartjes. Overleefd. Niks aan de hand. Helemaal opvullen tot hier zo. Dan gaan we naar de andere kant. Auw. Sprongetje eromheen. Dan hier ook helemaal omhoog bouwen. En dan ben ik heel benieuwd hoe het eruit ziet dit. Het is moeilijk in te schatten, maar... Voordat we dat gaan doen, we hebben nog genoeg witte blokken bij ons om het complete plaatje even af te maken. Ja jongens, het wordt echt heel hoog. Misschien vraag je nu af, Max, hoe hoog ga je? Hoog. We gaan echt heel hoog. Oh nee, wacht. Dit kan ik gewoon op deze manier doen. Uiteindelijk wordt dit toch zo hoog. Kijk. Dit gaat nog wat te doen zijn, wat ik nu van plan ben. Oké, nu dit gedaan is, wil ik heel even naar beneden om te kijken hoe het eruit ziet. Alleen, hoe kom ik beneden? Ik heb geen water of iets. Wacht trouwens. Ik kan gewoon... Wacht, misschien kan ik een sprongetje halen van ergens. Nee, ik kan gewoon wel naar mijn home toe. Hier, we kunnen gewoon home eiland en dan zijn we beneden. Oh, dit is cool. Dit is cool. Lijkt een beetje op een soort van Mandalorian helm van Star Wars, als ik het zo zie. We gaan even op het plot staan. Dat is een mooi plekje om altijd te kunnen kijken naar de basis. Maar het idee... Ja, dat is cool. Oké, nu moeten we het wel alleen nog hier ook een beetje zo naar beneden laten lopen op deze manier. En dan wordt dit wordt helemaal gevuld met wit. Dan hierachter wil ik het vullen met dat donkere grijze blok en met glas vooral. Want het moet natuurlijk ook grotendeels doorheen kunnen kijken en zo. Maar dit is cool. Laten we dit even opvullen helemaal met wit. Dit moet gewoon helemaal opgevuld zijn. En nu vraag ik me af of ik wel genoeg witte concrete blokken heb. Ik had er echt belachelijk veel bij elkaar verzameld. Maar nu ik dit op moet gaan vullen... Het gaat zo'n duur project zijn. Het is zo'n belachelijk duur project dit. Kan ik gelijk daarna dit randje hier erbij opvullen. Dit moet namelijk ook helemaal opgevuld zijn.
aan deze zijkant muur hier. Kijk, en hier krijgen we zometeen een hele kale witte muur. En daar kunnen we mooi de W van Walnut neerzetten. Weten we dat daar, dat zeg maar het Walnut hoofdkwartier moet wel natuurlijk een grote W erop hebben, hè? Ja, die komt absoluut op deze witte muur hier. Kunnen we, ja, dat gaat leuk worden. Dan kunnen we een mooie W maken. Kijk, dan stoppen we heel even hier op dit punt. Al moet ik zeggen, nee, want dit moet net zo hoog worden, dit. Dit moet ook weer een beetje vierkant worden. Oh, mijn blokken zijn bijna op, dat meen je. Mijn blokken zijn bijna op. Oké, deze kant gaan we nog wel opgevuld krijgen, maar die andere kant met geen mogelijkheid. Want dan moeten we weer heel veel nieuwe blokken bij elkaar verzamelen. Zo, dan hier komt er nog één randje bovenop op deze manier. Oké, en dan... Oh, hier kunnen we wel het water in springen. Althans, dat denk ik. Kijk, dit is opgevuld dan. Ja, dat redden we makkelijk. Oké. Hoe ziet dit er nu uit? Dit, van een afstandje. Het ziet er... Oh, ja, daar kan een W. Daar kan zeker een W. Hey, zorg jongens, het is nog erg kaal, maar er komt nog zoveel meer hoor. Alleen omdat het zo groot is, kan je natuurlijk niet alles tegelijk doen. Dus het lijkt nu wederom heel kaal, gewoon, als je het zo ziet. Maar dat gaat goed komen. Dat gaat serieus helemaal goed komen. Als het complete plaatje af is, dan... Mwah. Nou, laten we maar even die witte concrete powder die ik heb even omsmelten tot ons benodigd blokje. Oftewel, gewoon normale concrete. En dan kijken of we genoeg hebben. Als dit zo meteen helemaal opgevuld is, dan hebben we zo een veel progressie weer gemaakt vandaag, jongens. Terwijl we eigenlijk meer bezig waren natuurlijk met het pranken van Rick, hebben we toch best wel wat progressie gemaakt. Hoe leuk is dat? Alright, even denken dan... Oh, dit is wel heel vervelend dit. Hoe ga ik dit doen? Wacht. 1, 2, 3. Oh, hier kan ik... Ja, ik kan wel naar home teleporteren natuurlijk. Even denken. Dan heb ik vervolgens nog die grijze blokken nodig. Volgens mij had ik het daar nog op zich ook wel wat van. Moeten we dat ook weer omhakken? Ja, dit is... Oh, dit moet allemaal nog goed gemaakt worden. Irritant. Altijd leuk om hier weer bij de machine aan te komen en gewoon dit voor 2 uur te mogen doen. Ik vind het echt geweldig. Dit is mijn favoriete bezigheid van deze video's. Gewoon deze steekblokken omhakken. Zo, de blokjes zijn wederom gefarmd. Of gefarmd, ik weet niet of je het zo mag noemen. Laten wij even alles weer zoals dit doen. En dan aan de slag gaan. Nou trouwens, ik heb wel gewoon mijn pickaxe nodig. Zo. Ik ben heel benieuwd naar het resultaat, jongens. Ik ga echt mijn best doen om het leuk te maken. Maar het moet denk ik wel goed komen. Trouwens, ik denk dat ik op een andere manier heel makkelijk dit kan doen. Als in... Even een bouwerstipje misschien voor mezelf. Dit blok gewoon in mijn hand zoals dit doen. En dan... Ah, ja, dan kan ik gewoon zo. En als het dan verkeerd is, kan ik hem gewoon zo. Ja, dit is echt top. Dit is top, jongens. Gelifehacked. Hou je bouwblok in je linkerhand. Jullie zijn zojuist gelifehacked door mij. Doen we hetzelfde aan de andere kant hier. Oké, en dan moet ik even beslissen hoeveel glas gaat het worden en hoeveel gewoon zwarte blokken gaat het worden. Deze moeten trouwens even eentje naar achter. Denk ik zo en dan... Even denken. Zo is denk ik mooier. Maar dan moet ik even gaan beslissen hoe ik het wil gaan hebben, jongens. Dat is nog best wel moeilijk. Maar weet je, ik doe wel gewoon wat. En laat ik wel gewoon zien wat ik heb gedaan. Oké, zoals ik het nu heb gedaan is volgens mij best wel... Ja, dat is serieus best wel clean. Dan moet daarboven moet natuurlijk ook nog een mooi randje met van die zwarte blokken. Maar ik denk dat ik die gewoon plat kan doen. Waardoor het zeg maar... Ja, dat gaan we plat doen. Oh, waarom ga ik de hele tijd naar beneden om te checken? En dan moet ik weer omhoog bouwen. Het is zo irritant. Heb ik bamboe voor scaffolding? Nee, natuurlijk heb ik geen bamboe. Nou, dan gaan we maar weer. Oké, dan is dit gedaan. Dan hebben we nu glas nodig om het op te vullen. En dan... Oh, waarom heb ik dat niet gelijk meegenomen? En dan is denk ik de voorkant daar niet klaar. Maar het plaatje ervan, weet je? Het idee dat jullie het goed kunnen zien. Zou ik dit redden, deze sprong? Of ergens hier misschien? Nee, dit ga ik 100% niet redden. Ik moet echt even een waterplekje voor mezelf beneden creëren. Heb ik genoeg glas? Ik heb niet genoeg. Maar wat ik wel heb, is heel veel cactussen. Die hebben volgens mij in vorige aflevering hebben we die geplant. Ook oppassen dat ze niet despannen. Als ik volgens mij een item drop op een cactus... Als je een item dropt op een cactus, dan despant het dus. Want dat werkt hetzelfde als een prullenbakje. Dus daar moeten we goed voor oppassen. Maar ik ben blij dat ik deze kleine cactusfarm heb gemaakt. Dat bespaart me heel veel zoeken en... mogelijk nooit meer groene dye krijgen voor cyan, dye, cyan, weet ik veel. Ik weet niet hoe je dat woord uitspreekt. Ik krijg hier het kleurtje uit die ik wil. Daar komt het op neer. Oké, 36 cactusjes. Gaan we die even omsmelten. Heb ik in de tussentijd nog groene dye? Volgens mij niet meer. Nee, maar ik heb wel hier, even kijken, deze blauwe dye. En ik heb nog wat lapis lazuli. Dus die kunnen we dan combineren. Daar krijgen we wat we willen. En hier pakken we al onze nieuwe groene dye. Ja, dit gaat top, jongens. Op deze manier komen we er wel. Het is misschien niet een hele efficiënte manier om telkens aan de kleurtjes te komen die we willen. Maar gelukkig hebben we niet de moeilijkste kleurtjes. Hier, moet je zien. Hop, en badabadabim. Boom. Ik denk dat dit wel genoeg glas is. Voor de zekerheid gaan we nog even wat meer maken. Want we hebben sowieso in deze build hebben we meer nodig dan dat we nu hebben. Dus het kan geen kwaad om gewoon genoeg te hebben. Zo. Ik heb zelfs meer nodig. Jemig. Jemig. Oké, nu hebben we wel genoeg. Dumpen we dit weer eventjes. De kleurtjes ook. Kijk hoeveel glas we hebben.
omhoog bouwen. Ik wist het. Ik ben het weer vergeten. Daar gaan we. Het glas gaat zoveel fixen, jongens. Het glas gaat het zo mooi maken. Het is moeilijk, man, om dit de hele tijd op de goede plekken te bouwen. Het, zeg maar, de glassen van die paints zijn natuurlijk inimini. Dus je plaatst hem al heel gauw op de verkeerde plek. Maar tot nu toe gaat het redelijk goed. En ik heb volgens mij nog wel ja, ik heb nog meer dan genoeg glas. Dit komt helemaal goed. Evengoed is het heel vervelend om dit te doen. Oh, we zijn er bijna, jongens. We zijn er bijna. Bijna is heel het glas opgevuld hier. En met bijna bedoel ik echt letterlijk zelfs volgens mij dat het nu helemaal is opgevuld. Even denken. Zo, zo. En dan halen we deze weg. Boing. Kunnen we hier naar beneden? We kunnen vast wel hier op deze rand weer zo. Kijk. Ja, zo komen we wel beneden. Hoe ziet het eruit? Au. Oh, dat is cool. Wow. Het is oprecht ook gewoon echt... Dit is echt geweldig. Ik vind dit echt amazing, jongens. Kijk dit nou. Kijk nou hoe cool deze toren er nu uitziet. Dat daar moeten we nog even een beetje mooier maken. Dat ziet er nu nog niet ideaal uit. Dus er komt daar waarschijnlijk een soort dik randje op. En dan daar misschien wat extra details. Weet ik veel. Er komen ook nog groene blaadjes bij en zo. Er komt natuurlijk nog veel meer bij dan dat het nu is. Maar wauw, ik vind het geweldig. Ik vind het echt geweldig. Ik ben echt tevreden met het resultaat zover, jongens. Oh my days. Het walnut hoofdkwartier. Het begint op te schieten. Het begint de vorm te krijgen. Dat is de volgende plek waar we aan de slag gaan, denk ik. En dan tot slot moeten we dan daar aan de slag gaan. En dan is de hele eerste verdieping heeft natuurlijk gewoon hoogte gekregen. En dan kunnen we daarna de extra details toevoegen. Kunnen we daarna verdiepingen maken. Het dak doen, weet ik wat allemaal. Maar ik vind het zo leuk. Ik vind het echt, ik vind het oprecht echt heel leuk. Als je het leuk vindt, laat dan even een duimpje achter. Dat is een verplichting. En abonneer even. Ben je nog niet geabonneerd? Kom op, het is gratis. Waarom ben je nou nog niet geabonneerd? Abonneer nou even. Ik vind het een succesvolle aflevering. We hebben Rick geprankt. We hebben de oorlog officieel gestart op het vlot dat we daar hebben. We hebben leuke progressie gemaakt aan de basis weer vandaag. Ziet er goed uit, moet ik zeggen. Ik vind het er echt leuk uitzien. Ook hier binnenkort de omgeving even een beetje mooier maken. Op zijn minst de ingang. Want dan hebben we gewoon een beetje een betere plek om naar de dinges te kijken en zo. En terwijl de zon langzaam onder gaat en terwijl we er mooi naar kunnen kijken, gaan wij de video afsluiten. Dank jullie wel voor het kijken in deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken en te abonneren. Wil je nou ook deze server joinen? Dat kan. Join dan zeker gewoon even met dit IP. play.contentveen.nl. Speel je nou Bedrock Editie? Kan je met 26006 kan je ook de server joinen. Hartstikke gezellig. Kom lekker langs. Wie weet kom je mij wel tegen. Het is helemaal gratis om te joinen. En dan nu. Kijk lekker deze video. Dit is namelijk het vorige Content Veen seizoen 2 deel. Heb je die dan niet gezien? Moet je hem zeker even kijken. En dan nu spreek ik later. Glaasje water, telt 4 flesje bier. Tot de volgende keer.